Mensen die niet weten of die vrijdag juist gemist hebben. Zaterdag... Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben lekker wakker. Gebeld 2 keer zelfs, net al door... Eerst door Sanne en net al door de begeleiding. En dan ga ik lekker een bakje koffie zetten. Tussentijd ga ik ook even rolgordijn opengooien. En lekker een bakje koffie zetten. Ook lekker. Vanmiddag heb ik wat heel veel dingen te doen. Maar dat gaan jullie wel vanmiddag zien. Dus gaan we even deze omhoog gooien. Rolgordijnen. Net precies belde de begeleiding en zegt: wat kun je wakker? Ik zeg ja. Ik ben al gebeld door Sanne. Oh, slim, handig. Dus ja. En ik zat net te kijken en Sanne zei het ook wel net tegen me. Ik ga dadelijk door de regen buiten. Oh, wat een pa. Al een hele week is het aan het regenen. Echt. Ik heb daar zo hekel aan regen, maar ja. Ik moet ook wel gewoon werken. Dus dan moet ik door deze bagger weer. Want ik zie al hier al spetters namelijk. Ik heb helemaal geen zin door de regen te lopen, echt. Ik ben nu thuis en lekker broodje gemaakt net. En dat is broodje pindakaas en broodje met tonijn. Oh, daar heb ik daar trek in zeg. Lekker met muziekje aan. En wat ik ook heb gemaakt is lekker een bakje koffie. En ik kom net thuis, ik was nog niet helemaal klaar met renderen. Dus ik heb dit nog even net afgemaakt. En dan ga ik nu even lekker eten van mijn broodje genieten. Ik heb nu lekker eten gemaakt. En dat is, als ik het goed heb, macaroni carbonara. Ik heb het nooit gegeten, echt voor mij echt letterlijk nooit. En hier lekker aan het bellen. En wat ik ook helemaal tegen doen is, voor mensen die niet weten of die vrijdag juist gemist hebben. Vrijdag was weer big to know, mensen. Ja, ik heb het al eerder aangegeven. Al heb je het gemist. Aanstaande vrijdag draait ze gewoon weer. Ze gaan nu weer lekker draaien. Lekkere muziek. En voor mensen die het gemist hebben. Ik heb het er wel een beetje niet echt gemist. Maar dat is Marlijn in de Schouwburg opgetreden. Maar hoe? Weet ik nog niet. Maar dat ga ik zo meteen kijken. Ik ga het zo meteen even lekker kijken. En nu lekker aan eten aan het roeren. Hier zo. En dan ga ik lekker eten. En dat is, ik heb er nu al trek in. Wat ik ook nu ga doen is dan even lekker macaroni. Alvast doorheen gooien. Dus ga ik dat even doen. Even water eruit halen en dan lekker eten. En wat er over is. In een bakje wat ik altijd. Zo, ik ben nu lekker naar de film gaan kijken met Glenda en Sanne. En welke film? Wie wil het zeggen? En is hij leuk? Daar lijkt op 2 mei. Oké, prima. Duidelijk. Ik zou het een woord geven, maar sorry. Ik maak er mezelf al van, bedoel je? Wat vinden jullie van de film Bennington? Ja, tweede ik. Dat weet ik ook al duidelijk genoeg. Leuk. Leuk of leuk? Ja, leuk of leuk. Oh, ja. Die komt bekend voor. Ja, onder die. Dus, maar het is een superleuke film. Echt aanraden om te kijken, vind ik. Of niet? Aanraden om te kijken? Mijn beer. Oké. Sanne en ik delen hem. Nee, want jullie hebben alle 2 al een huis. Nou en. Wie eerst van mag hem houden, hè? De eerste vang mag hem houden. Je hebt hem niet eens. Meekomen! Nee! Hij is een beetje eigenwijs. We kunnen knopje. Kijk het wel. Ze hebben het over het emmer en weg in ze. Let op, iemand. Ik voeg er wel opnieuw toe. Even kijken, waar ben je? Even kijken. Ik weet niet voor de kijkers ook al herkenbaar. Dan ben je aan het bellen met iemand. Via WhatsApp bijvoorbeeld. En dan klik je op het verkeerde knopje. Nou, voor mij is dat sowieso duidelijk herkenbaar. Ik heb het ook al gehad met een video bellen. Zat ik met hun toevallig te bellen, deze twee. Ik dacht, ik ga heel even beeld draaien. En ik druk gewoon op rood knopje. Heel handig voor mij. Hè? Je moet dus ook afblijven van een rode knopje. Ja, duidelijkheid gezegd, algemeen niet op de rode knop drukken. Daar is dat is het gevaar van alles. Oké. Hoe is het deed? Ik ga het even voordoen. Ja, dat is waar. Je moet wat, hè. Maar... oh ja, ik kan ook de lift doen. Oké. We gaan even verder met film kijken. Het is nu 11:30 alweer. Wat gaat de tijd hard, zeg. En ik ga lekker maar rolgordijnen neerzetten. En ik zat te kijken, eten is nu beter. Ik ga dadelijk overplaatsen in een pan. In een bakje bedoel ik. Het zit al in de pan, maar oké. Ik begin nu al een beetje moe te worden. En lekker rolgordijnen dicht doen. En dan lekker slapen. Want ja, ik ben vanavond vroeg opgegaan. En op het moment ben je energie ook kwijt. Dus gaan we langzaam dadelijk klaarmaken. En dan even dingen in de koelkast zetten. Maar eerst even alle eten in een bakje doen. Dus laten we dat even doen. Zo, daar gaat hij. Ik hoop dat het past. En ik zie dat het al fout gaat. Ja hoor. Ik hoop dat het past. Alles gaat ernaast. Goed, konijnen. Zo, dat is gelukt. Dus dan kan het in een kast. In een koelkast. En dan kan het lekker in de koelkast. Dus... oh, maar ik vond hem echt lekker. Maar eerst was hij al een beetje papperig. Heel zacht. Macaroni met carbonade, zoiets. Als ik het goed heb. Nu ziet het wel goed uit hoe het hoort te zijn. Het is een tijdje verder. Maar ik zag ineens GoPro liggen. En ik dacht, weet je, ik ga hem eens een keer opladen. Ik weet niet eens trouwens dat hij op zit te laden. Zit hij eigenlijk al op te laden? Daar zit hij niet eens op te laden. Maar ik ga even kijken. Oh, dat is zo irritant nou met één hand. Weet je, ik zet mijn camera even neer. Dan kan ik beter met me kijken. Oké. Ja. Het enige wat ik wel zie, is dat er kras op zit. Oh wacht, hij pakt hier geheugen. Via mijn computer. Lol. Ik ga even oude filmpjes even kijken wat dat allemaal is. Want ik ben altijd zo type als ik iets zie of wat gevonden heb, wat dan ook. Dan denk ik van, ja, dan ben ik altijd type in die nieuwsgierigheid. Dan wil ik weten wat er bijvoorbeeld op zit. Maar hij laat wel een beetje lang. Wauw. Die was echt heel oud en slecht. Wat ik wel vind is dat de camerabeeld er best wel echt slecht is. Ik ben benieuwd hoe lang ik ermee kan vloggen. Filmen. Want ja, hij is snel leeg blijkbaar. Maar wat ik toen ook gevonden heb. Ik ga nou ineens dingen weer vinden hoor. Ik ga nou, want ik was er wel anders aan het zoeken. Maar dat kon ik niet vinden, dacht nou, luid maar. Dat zijn powerbanks. Dan ga ik elk keertje ooit wel eens gebruiken. Hier heb ik er eentje, hier heb ik er eentje. En ik heb ook nog ineens weer wat anders gevonden. En dat is oude fotocamera. En dan spullen van GoPro. En ineens kom je dingen tegen. Ik denk van wow. Dat is al je tijd geleden. Oh, dat is altijd wel raar om te zien. Ja. Om te kijken zien. Ik kan een beetje te rommelen. Wat ik allemaal kan vinden. Waar zit dan weer? Oh nee. Niks belangrijk. Maar ja. En ik... Oh, deze is zo... Oh, deze is in Italië natuurlijk. Ik ben natuurlijk als naar Italië op vakantie geweest. Doe ik even mijn gewone bril af. Oh, laat ik hem ook nog vallen. Maar ik had er vaak tegen... Heb ik altijd ook met de mensen over gehad. Zelf met bril ziet er echt totaal bij mij niet uit. Maar... Oké, laat even weten in de reactie wat jullie ervan vinden. Staat hem of niet? Als ik kijk in de spiegel. Ja, ik kan het zo niet goed zien. Alleen merk dat die poot niet echt goed zit, zo te zien. Hij staat meer naar die kant. Meer die kant. Dan ben ik nu wel. Dus ja. Laat maar best snel afdoen. En dan maar gewoon de bril maar opzetten. Zo, dat is beter. Maar... Ik ga nu klaarmaken om mijn bed in te gaan. Wat ik even snel ga doen is alleen even handdoek even ophangen snel. Want dan heb ik genoeg gewassen en dan ga ik die even ophangen en dan lekker mijn bedje in. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou top zijn als je hier beneden alweer... Abonneert en leuke reactie achterlaat. En dan zeg ik hierbij. Laters.